foto heb ik net gemaakt. Shawty in the way at the motherfucking fix. Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. En wij zijn nu op de locatie van de shoot. Ik ben nu bijna klaar. We zijn nog een beetje met mijn haar bezig. En dan zijn we ready to go. On to the lips now. Ik ga nu in de make-up. Ja, ze is al een beetje begonnen. Alessa doet weer al zijn make-up. Is dat zo? Is het niet mooi als ik ervoor? Ja, dat is goed. Final touch. Goed. Doe je de haartjes nog? Even spreken. Dat vind ik echt heerlijk altijd. Ja, stop hè. Dat zit nu met je vrouw. I love it. We gaan nu mijn benen en armen insmeren met dit. Hoola Zero Ten Lines. Ja. Kom maar zo. Oep. Kijk dit zo. Zo verschil hè. Zo amazing. Het ruikt ook lekker. Ja, het ruikt tropical. I love it. Waar kan je dit kopen? Dit wil ik ook. Ik had bij Douglas gehaald. Douglas. De andere. Rabbit. Still busy shooting. Louis, say hi. Looking gorgeous. I ga voor shooting. Kijk trouwens hoe eng al deze hoofden zijn. Ze kijken je ook echt zo aan. I just can't. Ons ritueel na de shoot. Goedenavond, heeft u nog één momentje? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Wat wil je? Wat wil je, Alex? Ik wil kip 6. Lekker zo met die spiegel hier. Ja, hallo. Kip 6. Een hamburger. Ja. Zonder uitjes. Ik wil graag een kip 6. Nu is ze er niet meer. Dan. Nee. Oké, dus ik ga jullie wat vertellen. Ik heb dus al gewoon een week trek in kipnuggets. Ik had een filmpje gezien van LNS Gang. Dat meisje draagt LA Sister shirt. Ik ga het even aan jullie laten zien. Even kijken. Kijk. Ik weet echt niet wat ik eating vind. Eating thousand chicken nuggets. Thousand. Kijk. Mag ik... Kijk, ga het jullie laten zien. Kijk hoe leuk. En sinds deze video heb ik dus al trek in kipnuggets. Dus nu heb ik eindelijk mijn kipnuggets. Dat wil je toch gewoon. Kijk hoe leuk. Hier zie je echt goed de Tomboy tea. En kijk hoeveel ik heb nuggets. Te leuk. Just me and my base. Hier, pak je dingen maar. Wij gaan lekker eten. De shoot is volgens mij heel mooi geworden. En dan zien we je morgen weer. Peace out. Zeg doei. Bye. Ja, wat is dit ook echt? Je spiegel. Ja, met een spiegel zo. Goedemiddag, het is nu 3:50 en ik ben onderweg naar Julia, een vriendinnetje van mij. Ik moest even mijn vriend afzetten bij de studio in Amsterdam hier. Dus ik dacht, ik ga gezellig even met haar lunchen. En daar ben ik nu naartoe onderweg. En we hebben allebei heel erg veel trek in Italiaans. Gewoon lekker pasta of een soepje of ja, gewoon iets Italiaans. En ik zit eventjes te denken waar we dan heen gaan. Ik vind Bella Vista zelf heel erg lekker. Alleen we zijn nu volgens mij in Oost, Amsterdam Oost. En Bella Vista zit weer echt aan de andere kant van de stad. Dus ja. Eigenlijk niet zoveel zin om helemaal daar naartoe te rijden. Fluister zomer zit gewoon in mijn eentje in de auto. Maar ja.
Maar dat dus. Ik ben onderweg naar Julia. En ik ga hier eventjes hier neerzetten. Want ik sta nu bij het stoplicht. Maar als ik weer ga rijden, dan kunnen jullie me nog steeds zien. Kijken of er nog wat leuks op de radio is. Oké, okay, nou dit is Julia's hangover mule. En een croquetje. Oh, een soort van pizza gewoon. Pizza. Lekker. Dat is echt nice. Man. Looks good. Thank you. Ik heb lekker een pasta en Jules heeft een vork. Ravioli is iets waarmee ik mijn eten kan pakken. Wat zei je? Jij hebt een vork en ik moet het maar doen met een mens. Oh. Het is inmiddels al 7 uur en wij zijn bij Dunkin'. Welke wil jij? Ik weet het echt niet. Ik neem het hazelna Rocky Road met Nutella, want Nutella lekker is nice. We hebben ondertussen met Sam gemiet. Hey boeboe! Yo! Het is Saturday night en ik heb een late dinner met Gio. We gaan eindelijk eten bij Sushi Samba. En ik heb honger, het is nu 11:15. En ik had wel een beetje avond gegeten rond 5, een soepje. Maar ik had niet echt honger, dus om 11:00 kwam het echt perfect uit. En ik heb een rode lip op. Vind je het mooi? Weet je welke kleuren ik heb gemixt met elkaar? Even kijken in het licht wat dit is. Dit is de Mary Jo Kay van Kylie, de lip liner en de lippenstift. En dan heb ik de Chanel 99 Rouge Allure, die heb ik erop. Want ik vond hem een beetje te fel. Dus het maakt hem wat donkerder. En nu ga ik vertrekken. Ik ga lekker eten. See you later. By the way, ik heb een jasje van Crème de la Crème aan. CDLC. Dus van satijn. Leuk hè? I love it a lot. My date for tonight. Sushi. Oh, it's looking good. Lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik zit weer in de auto en Gio is nog even in de stad gebleven. Eerlijk gezegd vonden wij Sushi Samba niet echt lekker. Ik vind bijvoorbeeld Izakaya of Harbor echt stukken beter. Maar ja, ik vind Sushi Samba in Miami ook niet echt dat ik denk van wow. Dus ja, ik hoef er niet echt meer keer terug te komen. En ja, het is nu 11:50. Ik ga lekker naar huis toe. Dan ga ik lekker slapen. Het is weer zondag en ik ga nu eventjes met Nancy mee naar de stad. En ik heb nog steeds mijn mooie haartjes. Ik ben nog steeds super blij mee. En wat ik vandaag aan heb is een body van de Brandy Melville. Een vest van mijn moeder. Ik weet eigenlijk niet van waar die is. Tas van Louis Vuitton. Broek van LA Sisters. En schoenen. Ik weet niet of je ze kunt zien. Ook van Louis Vuitton. Dus ja, we gaan even naar de stad toe. Lekker zeg, een warme chocomel. Proost. Cheers. Heel veel van jullie willen altijd weten hoe ik mijn foto's bewerk. Nou, bijvoorbeeld deze foto heb ik net gemaakt. En dan zet ik er een hartje bij dat ik weet dat ik die mooi vind. Dan ga ik naar deze app. Via CEOcam. Deze. Kijk, dan heb ik hem hier erin gezet. Nou, wat ik dan altijd als eerste doe, dan ga ik naar verscherpen. Zet ik hem helemaal op scherpst, op 12. Is het net wat scherper, dan doe je oké. En dan heb je hier allemaal effecten. Ik heb ze allemaal gekocht, dus ik heb echt heel veel keus. Kijk. En dan ga ik nu eentje zoeken die ik mooi vind. Dan kom ik zo bij jullie terug. Kijk, nu heb ik deze filter gekozen. Hij heet M6. En dan kan je hier kijken hoe, zeg maar, hoe erg je de filter wil. Ik heb hem nu op 7 gezet. En dan heb ik de belichting ook iets omhoog gedaan. Dat was een beetje donker. En dan save je de foto. En dan kan je hem uploaden op Instagram. We zitten weer in de auto. Like always. Like always. En wij gaan nu wat speciaals kopen. We gaan eigen gemaakte kapsalon maken. Nancy's moeder maakt het wel eens en het is echt super lekker, toch? Ja. Ja, kapsalon is sowieso lekker.
Maar nu gaan we het dus zelf proberen te maken. Dus we gaan jullie even laten zien hoe we dat gaan doen. Tot zo. We hebben dus alle boodschappen gedaan voor de kapsalon. Maar ik vind zelf, vind ik de knoflooksaus uit de supermarkt gewoon niet lekker. Dus Nancy kwam met een goed idee. We gaan gewoon naar zo'n soort snackbar, of hoe noem je dat? Ja, gewoon een Turks. Turkse snackbar of iets. Hebben we twee bakjes knoflooksaus gehad. En dit zijn echt die lekkere, gewoon die dunne, echt perfecte knoflooksaus. En nu gaan we het lekker koken. Ik heb zoveel trek in als ik nu weer denk, jij? Ik ook. Heel erg. Weer trek in, hè? Heel erg. Yay! Dit is wat we hebben gekocht om de kapsalon te maken. Dit. En dit. Dit. Knoflooksaus, patat, kip, sla, tomaat. En deze hadden we al. Komkommer en ui. So, let's go, Nen. Lekker bezig, Nen. Ja? We zijn nu de kip aan het maken. Het ruikt al lekker. Ja, vind ik ook. En we hebben de schaal al ingevet. Die staat hier. En ik heb al dit gesneden. Dit kunnen we er als laatst op doen, zeg maar. Dat kan iedereen voor zichzelf doen. Dus ja. Kapsalon in de making. Oh, het ruikt lekker. Had je nog wat meer van dat kippoeder bij? Nee, ga ik niet doen. We hebben pikante kippoeder. Dat is niet lekker spicy. Zo? Ja hoor. Ja, we zien het wel. We shall see. Het is wel veel patat hè, eigenlijk. Ja, maar heel veel. Niet. Maar patat is gewoon veel. Ja, een beetje. Lekker hoor. Top. Beetje verdelen. We zijn de geraspte kaas vergeten. Toch? Nee? Ja, maar plakjes kaas zijn ook we lekker. We hebben dit. Jong plakkaas. Et voilà. Top. Ja, en dan? Jee. Zo, dat ziet er goed uit. We kunnen eten, papa en mama. Komen jullie? Ja. Zeker. Nou, Nancy is gast. Dus Nancy krijgt eerst. Lekker cappuccinootje, hè? Mm. De kapsalon was echt super lekker. En nu gaan wij de mummy kijken. Hij is even aan het laden. Heel sloom, hè? Ja, hij is wel een beetje sloom. Oh, kijk, hij gaat nu wel wat sneller. En ik ben benieuwd of hij eng is, want ik kijk geen enge films. Maar, oh kijk, nu gaat hij snel. Top. De film begint. Bye. Hoi, vandaag is de eerste dag van de sample sale. En we zijn nu nog bezig met onze eigen klanten uitleveren en alle dozen en hier ook met de adresjes aan het beplakken. En dan gaan we over, als we hiermee klaar zijn, gaan we nog verder met de kleding klaar hangen voor de sample sale. En dan begint het om 5 toch? Ja, om 5 komt iedereen dan. Leuk! We hebben bijna alles opgehangen. Neem jullie even mee. Deze kan je ook kopen. Zo. Ready to go. Gaat het goed? Het is nu 9:30 en de eerste dag zit erop. Het was echt super druk. Leuk dat jullie allemaal geweest zijn. Echt zo. En bij deze gaan we de vlog afsluiten. Yes. Don't forget to like and subscribe. En dan zien we jullie snel weer. Doei. Peace. Lekker slapen.